Maar hier zien het wel. Ik ben Chester, welkom bij een nieuw vlog hier op mijn kanaal Chester. Vandaag moet ik weer naar school, jammer genoeg. Maar, ik heb maar 5 uurtjes les. Jullie gaan gewoon helemaal de dag weer zien vandaag natuurlijk. Ik ga even wakker worden, daar ik me aankleden en alles. Dus, ik zie jullie straks weer. Are you fucking kidding me? Ik ben dus net mijn tas ingepakt, mijn haar gedaan, tandpoets aangekleed. Omdat ik al best wel laat was voor school. En dan kijk ik maar gisteren is je eerste les weer uitgevallen. Oké, het is chill, maar waarom de fuck doe je dan even niet eerder dat ik wat rustig aan kan doen? Hey, ik ben nu wel tenminste 1 uur eerder vrij. Als je goed naar buiten kijkt daar, kan je de regen zien neerkomen. Het ziet echt fucking ziek uit, kijk. Zal ik voor je inzoomen? Daar zo. Dat ziet, daar is nou fucking hard aan het regenen. Dan zie je echt gewoon die sluis naar beneden komen. Holy shit. Ja, als je goed ziet, zie je gewoon die sluis naar beneden komen. Het is geen tornado of zo. Rustig, rustig, rustig. Dat heb ik hier nog nooit meegemaakt met tornado. Ja, ik ben tenminste het eerste uurtje vrij. Ja, ik ga wel van mijn telefoon tweet beantwoorden. Want Twitter is echt een beest op dit moment. Ik word echt helemaal volgespamd. Dit is Troy. En Troy is lui. Be like Troy. Troy. Ik ga zo natuurlijk naar school. Het is nou bijna 8:30 en ik ga altijd een circa 1/2 uurtje van tevoren weg. Zodat ik altijd weet dat ik op tijd ben in ieder geval. Ik ga even mijn eten en drinken in mijn tas. Doen even naar de wc nog. Maar de rest heb ik alles al gedaan. Even wachten tot mijn moeder thuis is. En dan kan ik naar school waar ik best wel zin in heb eigenlijk. Want school is altijd wel lachen als je gewoon de bepaalde mensen weer ziet. Zoals je vrienden, vriendinnetjes. Misschien je chick als je die hebt. Weet je, sowieso lachen. En als je dat niet vindt, ja, dan kan ik je ook begrijpen. Maar ik vind soms wel lachen school. Soms wel, ja, als ik eerlijk ben. In mijn opinion. Dude, ik wilde naar school gaan. En kijk uit het raam. Het sneeuwt opeens fucking hard. Ja, het is moeilijk op de camera te zien. Maar hier zie je het wel. Het sneeuwt heel hard dan op de camera. Holy shit. Dus ik ga nog even wachten, anders ben ik zeikjes nat als ik naar school kom. Waarom heb ik dat altijd, jongen? Als ik naar school wil, dat ik een of andere tering ook tegen me heb. Kijk, zie je het hier wel misschien? Ja, zie je het hier wel. Op de camera is het veel harder dan hier. Of, hoe is dat? In het echt is het veel harder dan op de camera, bedoel ik. Maar ja, ik wacht dan nog wel eventjes. Dat wordt dan geen 1/2 uur van tevoren naar school. Maar een kwartier, dan moet ik maar even doorfietsen. Dat is live. Ik ben thuis. Het is op dit moment 3 uur, zoals je hier wel kan zien. 3 uur. Ik ga nu eventjes wat eten halen. Ik ga natuurlijk dadelijk leren. En dan livestreamen vanavond. Waarschijnlijk wordt het GTA, want daar heb iedereen voor gekozen met jullie natuurlijk. Maar dat weet ik nog niet zeker. Ik ga nu even eten. Dat is dan ook gelijk mijn avondeten. Als ik vol zit daarvan, dan kan ik gewoon vanavond leren. Als ik daarmee klaar ben, streamen voor je natuurlijk. Dus dat ga ik nu doen. Als je ze eten, eet smakelijk. Zo niet, geniet nog van de vlog. Ik heb net heerlijk gegeten. Ik ga nog heel even wat op mijn telefoon checken. En dan ga ik om 4 uur eventjes mijn biologie en scheikunde leren natuurlijk. Want dat moet ik natuurlijk doen. Hier zo ben ik met mijn grote vriend Troy natuurlijk weer. Die net naar buiten is geweest. Ja, ik ga natuurlijk vanavond live streamen. Waarschijnlijk GTA 5, want daar heeft iedereen voor gekozen op dit moment. Dus dat gaan we allemaal gewoon doen. Deze man ligt hier relaxed. Ja, zo, deze man ligt hier relaxed. Te relaxed zoals je ziet. Hallo Troy. Kijk eens naar de camera. hij is echt gek man. Maar ik ga wachten tot 4 uur. Want dan ga ik nog even gewoon wat dingetjes op mijn telefoon checken. En dan eventjes een uurtje leren. En om 6 uur live streamen voor jullie. Ik moet even mijn telefoon opladen halen, want hij is nog maar 20%. Uit het niets, dus I don't know wat er met dat ding mis is. Maar hij ging opeens naar 20%. Dus ik ga hem eventjes opladen op dit moment. Mijn huiswerk doen. Zodat ik voor je kan streamen dadelijk. Maar mijn oplader ligt altijd boven. Kijk, hier is hij. Zo. We gaan weer naar beneden. Om te leren natuurlijk. Morgen heb ik geen toetsen, alleen... Wanneer is het? Woensdag heb ik weer toetsen. Dus die gaan we dan maar even goed maken. Ik ga nu leren. Ja, dat ja. Dit is dus mijn biologieboek. En wat ik voor dus woensdag moet weten is dit hoofdstuk thema 4. Erfelijkheid. Dat gaat natuurlijk over genotype en fenotype zoals je hier ziet. Dit is natuurlijk een fenotype, want hij heeft iemand zich na de geboorte aangepast. En dit is bijvoorbeeld een genotype, want hij heeft zijn rood haar van het echt. Dus ik moet ongeveer, als ik het kan vinden tot en met, als we deze hoofdstuk hebben, moet ik deze rij, oh wacht, dit is een verkeerde bladzijde. Deze bladzijde, maar dan tot en met hier. Dus dit moet ik leren, dus dat valt op zich nog wel mee. Dat is nog wel te doen, want ik ken het al half. Dus dat is natuurlijk altijd het positieve daarvan. Ja, biologie is altijd gewoon logisch nadenken, vind ik. Dat vindt Troy denk ik ook wel, hè Troy? Ja, dat vind ik ook. Nee.
Maar ik ga dus even leren. Hier ben ik niet heel erg lang mee bezig of zo. Want als je kan zien, ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Laten we kijken of jullie het kunnen lezen. Dat sowieso wel. Kijk, dit zijn dus die dingetjes die je moet weten, zoals je ziet. Chromosomen bij een man en bij een vrouw. Bij een vrouw is het XX, bij een man XI. Hier natuurlijk de bevruchting. Homozygoot, ja, grappig woord. Heterozygoot natuurlijk, recessief. Onvolledig dominant. En dan moeten we dit schemaatje hier kunnen tekenen, et cetera. Dus het is wel mogelijk gewoon om te doen. Maar het moet gewoon even inkomen, weet je. En dat zit er nu al in. Maar nog even voor de zekerheid, zodat het er helemaal goed in is. En dan kan ik gewoon mijn ding doen. Wat ik wil doen, zoals livestreamen voor jullie. Ik heb dus zojuist even CSGO gespeeld, was wel lachen. En ik ga binnenkort een surf potje opnemen. Maar ik ga dit ook daar livestreamen op twitch.tv. En jongens, ik zeg nu wel, er is 2 dagen geleden een video online gekomen. Dat ik zeg dat ik elke dag vlog. Maar ik weet nog niet zeker of ik dat ga doen. Ik kijk het wel eventjes aan. Jullie zullen natuurlijk ook wel gewoon zien op mijn kanaal natuurlijk. Maar ik weet het nog niet zeker. Ik weet het gewoon nog niet zeker. Jullie zien het wel gewoon op mijn kanaal. Dat wil ik even zeggen. Dus ik heb niet echt zin om elke dag te gaan vloggen. Maar ja, we will see, we will see. Ik ben nu alles een beetje aan het klaarmaken voor de livestream daar. Dus even het licht regelen, want dit moet iets meer naar beneden. En dan moet hij dadelijk daar iets meer omhoog. Kijk, want oh, dit ding zit helemaal dicht. Die gaat dus nu een beetje open. Zodat we daar gewoon weer een beetje normaal licht hebben. En dadelijk gaan we dus, zoals je ziet, Black Ops 3 streamen. Want ik ben een potje aan het inspelen. Tim die streamt dus ook mee, die zie je hier zo. Mooie profielfoto van Tim. Dus ik ga nu eventjes gewoon zorgen dat alles klaar staat. Dus OBS, Twitch Alerts en Twitch zelf. En dan gaan we streamen, jongens. Ik ga nu even wat drinken pakken. En dan gaan we beginnen met de livestream natuurlijk. Hier zo is Trootje en daar is papa op de bank. Hallo. Ik ga zo meteen streamen, jongens. Mijn OBS op dit moment echt fucking raar aan het doen. Dus ik ga op dit moment eventjes dat gewoon even proberen te fixen. Vandaar dat ik ook offline ben gaan op Twitch. Ik heb in totaal dus een half uur kunnen streamen. En toen is alles ermee gestopt. Maar ja, ik ga het proberen even te fixen. Want er is iets dus met CBR wat ik aan had staan. Wat uit moest staan of juist andersom. Ik weet niet, ik ga het proberen te fixen op dit moment. Zodat ik gewoon overmorgen weer live kan op Twitch. Maar het was irritant, want we gingen echt super lekker op Black Ops 3. We gingen echt gewoon, we hadden echt super lekker scoren. Kijk, mijn softboxen staan allebei aan. Mooie kwaliteit van de camera's. Dan is natuurlijk 50 fps weer. Want deze camera doet het soms. Alleen als het goed licht is, geeft het bijvoorbeeld die 50 fps weer. Dat heeft elke camera gewoon. Ja, ik moet het dus nu even gaan fixen. Dus ik ga even iemand bellen die er verstand van heeft. Die gaan me dan eventjes daarbij helpen natuurlijk. Deze vlog zit alweer bijna aan het einde, denk ik. I don't know. Ja, het is natuurlijk klote dat OBS zo kut doet. Anders had ik het had ik gewoon langer kunnen streamen voor jullie. Dat kan je niet. Maar volgende keer is het gefixt. Beloofd. Ik heb de enemies maar een klein beetje gewoon door, maar een klein beetje, want even kijken, ze gaan niet zo goed, maar ja, het viel wel mee, denk ik, hè. Kijk, even mijn dansje doen, huppakee, pew pew, 10.845 punten, 92 kills en 18 deaths. Ik zeg, dit was een geslaagd potje voor mij. Mijn OBS settings heb ik op dit moment gechanged, ik ben op dit moment Skype met deze faggot, dat uit hem. Hij zegt gewoon, oké, ik ga het even terug vertalen, mensen... Abonneer niet op mij, zegt hij. Abonneer niet op Tim. Nee, jongens, Tim zit natuurlijk in de subboxen. Daar kan je hem altijd checken als jij een beetje retard video's wil zien natuurlijk. trapje. Nee, laat even in de comments, als je deze vlog nog kijkt. Laat even in de comments video ideeën achter die ik en Tim kunnen gaan... maar laat even video ideeën achter die ik en Tim dus kunnen gebruiken. Voor misschien weer een nieuwe video. Zoals iets van een soda challenge wat ik natuurlijk met Tim al had gedaan. Dus laat het natuurlijk even weten en wie weet... Pakken we jouw challenge? Ja, jouw challenge wel eruit. Een lofuiting voor omdat hij net denkt, zo, ik heb het helemaal gemaakt. Zuster? Trainers, of jij zegt dat jij hebt. Je moeder is brutaal. Oh, is mama brutaal? Nou, die zit in de kleedkamer voor die dikke hond goed te doen. Wat staat die tv altijd hard hier, man? Zijn jullie doof of zo? Hoi, papa en mama zijn dood. Zo jongens, we zijn er van de vlog. Ik ben de hond aan het uitlaten weer met mijn pa. Hallo pap. Dag. Ja, einde van de vlog weer. Vergeet natuurlijk niet je blauw duimpje omhoog achterlaten. Helpt mij enorm. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Natuurlijk voor meer vlogs en game video's. Hey, doe eens rustig. 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 Dat ga ik erin editen. Hoi. Jongens, thanks for watching. Tot morgen om 3 uur bij weer een nieuwe vlog, jongens. Doei.